good afternoon, driver. Nou, het is alweer avond ondertussen. Release your doors to allow passengers to board before setting up your locomotive for the regional service from Semmering to Peibach. Once all the passengers have boarded and the doors are secure, you may proceed. The weather is good, enjoy the drive. Nou, dat zullen wij wel zien. Nou, dat was de tutor. Offensieve on. Veel messages. Zo. Hey. Nou, wat hebben we bij ons? Wat UBB bij ons? Oh. Een statisch model. Alleen jammer dat ik niet meer kon naar Zweden. Ja, daar moet je inderdaad Scandinavia DLC voor hebben. Zeg maar, wij rijden met gewoon alle DLC, dus met Frans, met Going East en met, oh, kijk, daar hebben we er nog één. En Scandinavia. En ik heb natuurlijk wat andere extra DLC die waarschijnlijk anderen niet konden zien. Wacht even, ik vergeet iets. Ik moet nog even... Ja, wat had hij gedaan? Ja, gewoon, ja. Oké. Okay. Oh ja, wacht op. Let's go. Kaartjes weg. Wacht eens heel even. Oh. Ik ga weg. Ik had hier geholpen. Nou, let's go. Zo. Naar 50. Wolfsberg Kogel. We zijn gewoon een stopping service van hier tot Tokio. Daniel, goedenavond, welkom. Oeh, wat is het heerlijk donker. Thank you.
let's go. Next station. Breitenstein. Vleinskats met in de chat, Vleinskat mijn timeout. Kappa Pride, Dutchman, Kappa Pride. Spannen kunnen we zotten naar 60. Maar ik zie niks naar beneden. Oké. Not open window. Zo, ik ben wakker. We zijn wakker. Net te laat, maar oké, dan doen we het wel zo. Zonder klassificatiescheld te worden, dus dat vindt Nightbot niet zo leuk. Kunnen wij naar 60 optrekken? Maar blijft een prachtige omgeving hier hoor, dat zeker. Welkom. En iedereen ook die er op dit moment is in de chat, welkom, goedenavond. En allemaal bedankt voor de host die een host hebben gegeven. En bedankt voor de follows. Ja, zeker, kompje Freak. Dit is zeker een mooie route. Ik weer de tunnel in. Het volgende station is Breitenstein. Dat klopt. Het volgende station. Aufstieg in Fahrrichtung links. Denk ik tenminste. Ik wil nog wel eens een keer veranderen aan deze kant. Goedenavond, Death Strange Simulator. Welkom.
Zo. Zijn we wakker? Ja, toch maar heel eventjes nog de power erop. Het eerste heeft hij nog goedgekeurd. Kom op. Oef. Nog 2 seconden voor de minuut. Welkom in Breitenstein. Die appelstofzuiger die hoor je ook overal, maar moet je eens kijken wat een prachtige gebouwde omgeving, zeg. Echt mooi. Zo. Timeless bonus. Nee, die ken ik niet dan. Hallo collega. Uitroepteken show. Zoals Daan heeft gedaan. Bedankt, Dan. Volgende station is Klam Schotwijn. Schotwijn. Of Schotwien eigenlijk. Wien, hè. Wijn is met E. Schotwien. Bedankt dat je er was en tot de volgende keer. Slechts tot Doetinchem. Ja, helaas een kort ritje. Maar wel met een mooi scenario van Mark. Prachtige omgeving, echt waar. Later gaan we nog een keer helemaal afrijden. Pas de tip op pneumatisch remmen, anders is het niet te doen. Oh, dat zeker. Dat zeker. Ah, kom op Daan. Is toch hartstikke leuk. Daan heeft er zelfs meer. Electric Dark.
Eens even kijken, want ik wou er even eentje maken mooi met de icons van de tunnel eigenlijk in ook. Oh. Wow. Zo. Dat is ook mooi aan deze lok, als je zeg maar naar buiten gaat, dan hoor je ook gelijk ook, dan gaat de SIVA niet meer af. Alpenstofzuiger hype. Shot van wien? Wijn, zeg ik alweer wijn. Komt in de buurt. Moet er over een half minuutje zijn, dus dat redden we eigenlijk niet. Maar het is inderdaad een zeer strakke dienstregeling. Dan nog de Eiberg Cup en Weibach. Weibach is helemaal daar. Eventjes een beetje gaan afremmen. Heb je dorst dat je steeds wijn zegt? Nee. Ik lees het net elke keer verkeerd. Ik lees het net elke keer wat te snel. Nou, dit is het eerste station dat we waarschijnlijk te laat zullen komen. Aufstieg in Fahrrichtung rechts. Mag deze, nou. Maar wat zijn ze, stofzuiger met 160 km per uur. Timeless penalty, nog steeds bonuspunten, of in ieder geval pluspunten. En dan hebben we onze collega. Oh. En wat was onze collega? Een alpenstofzuiger, 1044 en een 2 en een 1116. Maar laten we eerlijk zijn, brengt DTG in zijn hoogwaardige lok uit, dus op RW Osterheer bijna dezelfde uitvoering in Vugel Detailleerde gratis te vinden. Ja, dat klopt. Deze is gratis te vinden, maar op zich, ja, deze werkt ook prima hoor. Maar is deze, volgens mij is dit niet direct van DTG, of ik moet het fout hebben. Kunnen we zo meteen naar 70.
Ja, hier deze Shago Games inderdaad. Of Skyhook. Die hebben wel aardig wat uitgebracht voor Train Simulator. En ze zijn nu toch alweer wat nieuws aan het ontwikkelen. Dus, Liep. En Victor, goedenavond. Had je nog niet gezien? Ook qua scenery is deze echt ook geweldig hoor. Dit is een mooi gebouwde route. Lekker wat uitzicht. En Hovi Gino, goedenavond, welkom. Lekker gezellig met z'n allen hier. Oh, we mogen zand in afremmen een keer. Dus dan zullen wij binnenkort wel weer een Warsham hebben. Kilometer. Penosa seizoen 5.3 is nu op de tv. Zeg me niks. Nou, we hadden eigenlijk al hier aan moeten komen, maar dan gaan we een beetje op zijn Duits lemmen. Of lemmen. Duits remmen. En dan niet spreken vanavond. Staan we erg dicht aan de rand hoor. Precies een minuut. Precies een minuut. En Mark, goedenavond, welkom. Nog een 1044. Met goederen. Naar de 60. M-Prince 260, goedenavond. Welkom. Speelt dat ook zo'n reismateriaal, dat zeker.
even een beetje de SIFA even een beetje op tijd even aantikken, anders krijg je dat vreselijke alarm. Beetje grijze berg daar. Gaan we naar Cup of Coop? Eigenlijk Coop. Coop platform 2. Of stijg je in naar de situatie op het station bent. Leo, goedenavond, welkom. Gaat het ermee? Gaat eigenlijk met iedereen. Het is even wennen, hè, met Train Simulator op zondagavond. Zoals ik al zei, dit is een nieuw vaste break. Op dinsdag is het Farming. Zaterdag is het Euro Truck Simulator Multiplayer. En zondag is het Train Simulator avond. En Teenslipper, goedenavond, welkom. Oh, er gaat geen balpje omheen. Laag omhoog. Oh, ik kan ook hoog zetten. Niemand bestuurt de trein. Runaway train. Ja, soms heb je die namen, hè. Maar dat maakt niet uit. Zolang mensen het maar gezellig hebben. Zeegolf, Sierra, bedankt voor de follow, welkom. Ga nog weg met je drive quality. Heeft hij een 48 punten al verloren? Nou ja. Heeft iemand al de nieuwste route van RSSLO, de instelbaan, al gezien? Nee, nog niet. Is die al uit dan? Ik heb eigenlijk heel weinig van RSSLO. Eigenlijk helemaal niks. Nee, volgens mij niet. Echt eens een keer wat gaan halen van hun, in ieder geval de routes. Wat treinen van hunzelf zijn niet echt wat. Nou, laten we zo zeggen, in ieder geval de 100. Dan heb je de 106 of 1116. In ieder geval niet de 187 en de 245 volgens mij. Die zijn in ieder geval wat, ja, jammere kwaliteit. Welke route is dit? Dit is de Semmeringenbaan. Is verkrijgbaar op Steam. Inderdaad, alle informatie omtrent de show van vandaag, de Train Simulator Show, avondshow, weet ik veel, is te vinden op mijn streamschema. Dan gaan we naar Peierbach, Regenau. Oh,
Dat maakt helemaal niet uit, Tinslip. Je kunt altijd vragen hoor. Vragen staat gewoon vrij. Station op mijn route. Is die gebaseerd op Paaienbach misschien? Nou, welkom in Paaienbach, het eindstation van deze of de eindhaltestelle van de trein. Aufstieg in vaarrichtung links. Als we in ieder geval stoppen voor het platform. Foei foei. Logge, bij jou de Sifa druk ik die hier aan. Dat is op zich wel grappig. Koeienbus. Biefstukbus. 900 punten. Well done. Take a break before your next assignment. Nou, dan zullen wij eens wel zien hoeveel punten wij hebben gekregen.